Hallo, ik ben Peter. En ik ben Tim. We zijn misschien binnen, dit is aflevering 2 van onze Jok... Parijsblad! Oh god, dit is aflevering 2 van onze Jokscast modpack, geloof ik. Zo heet het, zoiets. Niet. We waren nog bezig, we wouden zeg maar een outro scherm maken en we moesten wat inspreken. Alleen, ineens was het nacht. En toen kwamen fucking veel zombies en skeletten. Dus we zijn heel snel hierheen gevlucht en Tim heeft een bodykade gemaakt. En ja, dit is episode 2. Wat vind je van mijn hoed? Nice. Voor de mensen die aflevering 1 niet hebben gezien. We zijn een strandhuis aan het bouwen. Ons doel is om naar de maan te gaan en een metal band te beginnen. En dan met alle kijkers te genieten van een concert van ons. Ja. Oh, Tim! Nee! Ik ren! Peter, ik kan je niet te payen als je doodgaat. Echt? Maar ik heb allemaal bamboe bij me. Oké. Dan moet het maar. Het moet. Wat ga je doen? Nee! Ik zeg, ga niet dood. Ik kan je niet tp'en. Wat doe jij? Maar ik had ook nog maar één handje. Dat was zielig. Oké, gelukkig kan ik zien waar ik ben dood gegaan. Dat is wel nice. Ik heb geen idee meer wat ik zojuist aan het vertellen was trouwens. Wat was je aan het vertellen? Onze doelstellingen, toch? Okay. Dus naar de maan gaan, metal. Ja, metal band. We willen zeg maar eigenlijk gewoon. Sowieso willen we alles van deze modpack uittesten. En ons ultieme door is. Ultieme door is om naar de maan te gaan. Ik wil ook een kinderarbeidsfabriek. Gewoon eigenlijk alle dingen die we in onze Tacket-serie hadden. De eerste aflevering, voor de mensen die dat niet hebben gezien. We hebben maar één aflevering opgenomen. Want we zijn cool. We hebben maar één aflevering laten zien. We hebben er zeker iets van 9 opgenomen. Oh mijn god, Tim, dat is ook echt een grafsteen. Oh, mijn naam staat er. Oh, dat vind ik schattig. Ja, precies. Dan gaat je stuk niet weg na een tijdje. Maar zit het nu daaronder of zo? Huh? Oh, ik heb een pickaxe nodig om het te breken. Nee. Je kan ook met je vuist. Ja, maar dat duurt lang. En die spin zit er nog steeds. Oh. Ik word gepest door hem. Eet de koe op. Zou ik de admin roepen? Nee. Nee, want dan gaat de server weer leggen. Koe, red me. Die koe is ook helemaal in paniek. Oh mijn god. Wat doe ik? Dit was niet slim. Waar ben je nu? Wat doe je nu? Oh, Peter, daar ben je. Dus spust er nog steeds achter me. Tim, je hebt me gered. Maar nu is het wel een probleem dat alle zombies en skeletten hier ook heen komen omdat jij er bent. Fuck. Doei Tim. I'm out of here. Ik ga je gewoon naaien nu. Ik ga je naaien. Fuck jou Tim. Oké, ik zit in mijn hol. Peter, kom. Nee, ik ben hier boven. Ik ben ontsnapt. Wat? Laat me niet achter. Oh, nou focust hij op mij hoor. Tim, kan je heel even dat holletje open doen? Echt 1 seconde. Ik sla de zombies weg. Nu! Ja, kom. Nu, Tim! Doe het dicht! Nee! Het wordt trouwens ochtend, dus... Kom, we maken ons huis even af. Dit is al fucking aflevering 2 en we zijn alleen maar aan het kloten gewoon. Of aan het zeiken. We moeten echt even wat gaan doen. Even kijken, ja, alle monsters zitten hier nog in. Echt? Ja. Wacht, Tim, ik heb een idee, Tim. Ik kan een creeper hierheen lokken en dan laat Nee, dan blaas je onze grafstenen. Ja, ik heb nu al het probleem dat de spin achter me aan zit. Wie bent er ingevallen? Nee, niet alweer. Oh. Die stilte ook gewoon. Domme. Weet je, ik hoef dat gat niet eens in, want mijn spullen liggen nog steeds in het andere hol. Kom, we gaan gewoon. Wacht, ik ga mijn stukje speculaas nu eten. Oké. Even troost. Ik hou ook gewoon terwijl ik het eet. Stromen allemaal traantjes naar beneden, mijn wang af. Let us never forget this moment. Ik zit helemaal in mijn onderbroek te huilen. Wat? Wat? Dat doet iedereen toch? Nee.
Oké, dit spel. Dan ging het echt zat te worden. Oh mijn god, ik ben weer doodgaan. Verdomme. Waar doen we dit voor? Waar doen we dit voor? Ja, mijn lijn is ook weer terug hoor. Echt. Nou, onderbroekje ook uit. Het is een soort van, hoe noem je dat? Pokerstrippen, alleen dan Minecraft strippen. Elke keer als je doodgaat moet je kledingstuk uitdoen. Wat? Ik bedoel niet dat het erg is, ik bedoel, niemand kijkt mee, behalve die pedo's van mijn webcam, maar... behalve die hackers die mijn webcam hebben gehackt. Nu op een kinderporno site zetten. Wat? Oh nee, dat is geen kinderporno, ik ben 18 nu. Je bent 18, ja. Maar ja, ik ga nog steeds op een kinderporno site. Dik jongetje oh, achter computer huilt. Zo heet het filmpje dan. Kind eet speculaas. Dik kindje eet speculaas. Terwijl die huilt naakt achter de computer. En wat? Ik ben depressief, oké, laat me. Hé, Tim, inderdaad, de lag is weg. Ja, het is, dat is wel fijn. Is dit gewoon een soort karma of zo? Goede karma die we hebben opgebouwd. Gewoon, we hebben zoveel ongeluk gehad de laatste aflevering. Dat ze nu gewoon even fixen. De wereld fixt het voor ons. Ik ben blij nu. Springen. Hoor niet me springen. Waarom haal je deze banden half weg, Peter? Tim, ik heb iets heel cools gemaakt. Wat heb je gedaan? Dit. Kijk, het is een soort onzichtbare muur. Je kan er niet helemaal volledig tegenaan lopen. Wat vind je ervan? The power of the force. Het is wel vet. Ik heb ook Tiger Wood ofzo. Oh, ik snap hem! Ik snap hem! Ja, je snapt hem! Oh god, waarom hebben ze het zo genoemd? Kom op. Volgens mij hadden ze het zelf ook gewoon niet door toen ze het maakten. Waarschijnlijk hebben de kijkers het ook niet door nu. Hé, ik kan allemaal rare dingen maken. Ja, echt heel veel. What the fuck is dit? Nou, laat ik het gewoon maken, joh. Wat boeit. Wat? Nee. Wat wil je maken? Ik heb iets raars gemaakt. Wacht, ik ga het neerzetten. Oh. Oh. Stampet. Wacht even, dit klopt niet helemaal. Dit klopt niet helemaal. Verdomme Peter. Ja, weet ik veel. Heb je trouwens stone voor me? Oh, dan heb ik nog maar 2 stone. En mijn pickaxe is helemaal weg. Wacht even. Oh my fucking god. Waar heb jij gemijnd? Heel erg verderop. Ergens bij een bergje of zo. Why would you do this? Nou... Is dit de mijn? Nee, ik zie hier allemaal dirt. Tim, ik zei een heel stukje verderop. Jij loopt 6 seconden, is dit de mijn? Volgens mij is dit de Morioids. Kom op, Tim. Kom op. Ik ga gewoon een nieuwe mijn maken. Zal ik ons huis verder maken dan? Ja, is goed. Tim heeft zijn twijfels al. Je denkt ook wat. Ik vertrouw het niet helemaal. Wacht, had ik dit wel moeten doen? Is dit wel een goed idee? Hey, dit ziet er wel aardig. Peter, vertrouw jij jezelf met het bouwen van dit huis? Dit ziet er heel raar uit, maar ik vind het wel cool. Ja, ik heb geoefend. De laatste jaren. Nee, serieus. Tim, lach... Je lacht niet toch? Ik lach helemaal niet. Helemaal in paniek, Tim. Je lacht niet toch? Tim! Oh, je dit ook zo? Oké, ik heb genoeg cobblestone om... nieuwe tools te maken. Oh, dit is magisch water. Oh jee. En Tim heeft weer even zijn pretje van de dag beleefd. Ja, magisch water. What the fuck is dit? Ah, maakt niet uit, ik maak het. Waarom maak je alles? Ja, dit is allemaal nieuwe shit, Tim. Het ziet er cool uit. Laat me. Ik wil gewoon weten wat het allemaal is. Waarom heb je zoveel stone path gebruikt? Omdat je krijgt 8 per 2 cobblestone. Jeez. Ziet er toch grappig uit? Niet echt, maar...
Nee, het is niet, ik vind het helemaal niet grappig op Peter. Nou, ik zat toch wat te lachen. Vind jij dit grappig? Ja, redelijk. Ik kan hier namelijk niet van genieten. Ik heb al. Nou, dan verschilt onze mening mooi te. Weet je, ik ga wel hier wonen. Wow. Ik het zelf. Of wacht, jij gaat het huis uit. Ik ben de reden dat het fucking stopen. Nee, ik heb het huis niet gemaakt. Het is mijn huis. Ik heb een steen aangelegd en ik heb 3 blokjes ik geplaatst. Ik heb de huur tot nu toe altijd betaald, Peter. Zou ik een beetje gaan minen anders? Laten we toch nog een beetje progress maken. Ga jij maar minen. Zorg ervoor dat we stuff krijgen. Zullen we dat anders bewaren voor aflevering 3? Ja, is goed. Ja. Ik word gewoon depressief van deze aflevering. Depressief van deze serie. Er zijn trouwens een paar appelbomen gegroeid, dus zometeen zullen we wel appels krijgen. Oh nice. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken mensen. Zie. Ik was er dus op gaan staan. Uiteindelijk was het allemaal opgedroogd, dan was het ook... Fuck!